Mijn lief, fantastische madame, niet de allerbeste kok. Probleem is, ze gelooft dat zelf niet echt. Dus te pas en te onpas laat die nogal eens iets aanbranden. En dan ben ik degene die dus de aangekoekte resten onderaan de pot mag beginnen uitschrobben. Maar dat durf ik niet zeggen. Dus daarvoor zou ik het programma inschakelen. Ongetwijfeld zijn er wel wat mensen die mij een boodschap zouden willen geven. Ik denk dat vooral mensen mij zouden willen terugpakken voor practical jokes dat ik in de loop van de jaren heb uitgehaald met hen. Dus misschien, ja, ik weet niet, mijn vriend Frederik die het... Misschien mijn vriend Frederik die het nodig vindt om mij toch even te vertellen dat dat kakken in zijn tent, 3 edities van Rock Werchter geleden, dat dat misschien ook niet nodig was. En zou ik uiteraard ook zeggen van, sorry, Frederik. Hypothetisch, hè. Dus... Er zijn zeker en vast boodschappen geweest ervan dat we niet goed wisten in eerste instantie. Hoe beginnen we daaraan? En gek genoeg zijn dat vaak de meest concrete geweest. Hè? Dus iedereen had wel iets te zeggen over een huwelijksaanzoek. Maar als het dan plots ging over een vrouw die zei tegen haar man van ja, je sorteert niet goed. En met name de yoghurtpotjes verdwijnen altijd bij de PMD en dat mag niet. Dan zat iedereen wel zo aan elkaar te kijken van ja, wat gaan we hier nu mee doen? Ja, dus vaak waren de concreetste de moeilijkste. Ik denk dat iedereen zich wel zal herkennen in het idee dat het feit dat je soms boodschappen wil sturen naar iemand of iets wil overbrengen dat je ofwel niet durft of dat je ofwel al 1000 keer hebt gedaan, maar dat het blijkbaar toch niet aankomt. Dus ik denk dat iedereen dat wel herkent. En natuurlijk ook omdat het grappig is, dat hopen we toch dat het grappig is. Dus dat de manier waarop wij het dan gaan overbrengen, dat met zo'n zware noek af is, dat mensen het niet zien aankomen.